Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Wallaroo Race en Rally Base Layers en Operon Communicatieoplossingen. Welkom vanop circuit Zandvoort voor de eerste ronde van de GT en Prototype Challenge powered by Hankook. Was het kampioenschap voor de snelle Super GT-auto's en de krachtige en wendbare sportscars, waaronder de nieuwste generatie LMP3 en CN-prototypes. In deze aflevering ziet u de hoogtepunten van de beide wedstrijden van 1 uur, tijdens een van de drukst bezochte autosportevenementen van Nederland. Het 4,3 kilometer lange circuit van Zandvoort wordt het hele jaar gebruikt voor trackdays, racecursussen en autosportevenementen. Maar er is slechts één weekend per jaar dat het circuit volstroomt met Max Verstappen-fans en dit was uiteraard tijdens de Jumbo Race-dagen met Max Verstappen in de hoofdrol. Dat weekend werd alweer duidelijk hoe de autosport aan het opleven is in Nederland. Maar vooral hoeveel fans er zijn voor de nu al legendarische Max Verstappen. Mede door het nieuwe asfalt dat veel meer grip geeft dan de voorgaande jaren, ging het rondrecord er al snel aan. Die was sinds 2001 in handen van Luca Badoer met een Ferrari V10 en stond op 1.19.880.000ste. Maar na een paar rondjes al zette Max Verstappen 1.19.511.000ste op de klokken met de V8 aangedreven Red Bull RB8. En het publiek, dat ging uit zijn dak. Maar ook het GT en Prototype Challenge powered by Hankook, dat deed veel mensen opkijken. Het maakte vorig jaar nog deel uit van de Supercar Challenge, maar is nu een zelfstandig kampioenschap met een eigen kalender. Door de enorme verschillen in snelheid tussen de prototypes en de tourwagens is het eigenlijk wel een goede beslissing geweest. De snelste klasse dat is de LMP3, met daarin onder andere de LMP3-auto's van de merken Ligier en Nissan. Het Poolse Inter-Europol Competition, ondersteund door het Duitse Käse Motorsport, heeft twee Ligiers ingezet met de zeer herkenbare geel-groene kleurstelling. Dit seizoen doen ze mee aan de European Le Mans Series met enkele professionele coureurs. Maar voor de GT en Prototype Challenge is deze samenstelling gewijzigd in een pro-amateur combinatie. Dus een professionele coureur en een gentleman rider op één auto. Startnummer 204 die is er voor de Duitsers Martin Hippe en Hans Laub. In de andere Ligier starten de Pool Kuba Smichowski en de Duitser Wolfgang Jordan. En zij zetten de pole position neer voor de eerste wedstrijd van het weekend. Maar ze durven nog geen uitspraken te doen over hun kansen. I have no experience with the tires, to be honest. It's my first time with the Hankook tires. So I don't know how it will last during the distance. But I hope it will be fine. And this car is also very nice to drive, so the pace should not be a big problem, but we will try to fight with the Renault and with the other LMP3 from our team for a win. I hope we can make it. Het Luxemburgse Prime Racing is terug met de Ginetta G57 LMP3 en ook dit jaar worden ze ondersteund door het Vlaamse Triple One Racing uit Wetteren. De coureurs dat zijn Luxemburgers Jean-Pierre Lequeux en Jean-Marc Oubrecke. We zagen ze ook aan het werk tijdens de International Test Days in Spa. En in dezelfde LMP3-klasse komt ook deze Renault RS01 in cupvoering uit. En het is goed dat we de auto's nog steeds terugzien in de internationale racerij nadat Renault dit merkenkampioenschap eind 2016 stopzette. Renault-equipe Verschuur zet dit weekend deze bloedsnelle Renault in voor Rob Campus en Sandoor van S. Een categorie eronder, maar bijna net zo snel als de CN-prototype-klasse met daarin de Norma M20 FC van de regerende kampioenen Tim Joolsen en Luc de Kok van Del Disher Racing. Ze gaan proberen om voor het derde jaar op rij hun titel te verlengen en zelfs het gevecht aan te gaan met de LMP3's. We willen dat wel, ja. Maar die LMP3's hebben natuurlijk 200 pk meer dan wij. Ze hebben ook meer gewicht mee te slepen. Het is een heel ander soort auto en we gaan gewoon zien. Op één ronde zijn ze in elk geval sneller, maar we gaan zien wat ze op een uur kunnen doen. Dus we wachten het even af. De snelheden liggen natuurlijk hoog, maar ze gaan geen onnodige risico's nemen. Het risico is eigenlijk nog niet aan de orde geweest. Echt niet. Het risico kan in mijn geval het enorm laat remmen. Maar dan bijvoorbeeld als je in Francorchamps gaat of hier Schijvlak, dat zijn bochten die je zo snel kunt nemen. Van nature uit gaat het daar een klein beetje liften, maar in feite hoef je niet te liften.
En als die jongens zoals Tim en Sam, die supersnelle jongens, als die u aantonen het kan, oké, dan weet je dat het kan en dat doet het ook. Ze nemen het op tegen onder andere de Praga R1 Turbo van de Engelsmannen Tim Gray en Al Bulte van VR Motorsports. Er rijden slechts twee van deze auto's in Europa, want dit Slovaakse product is vooral in de Verenigde Staten erg populair. De 2 liter turbo levert 370 pk op 625 kg. Voor de Norma M20 FC is dit ongeveer 260 pk op 570 kg, dus de beide type auto's hebben hun voor- en nadelen. In de Super GT-klasse is Henk thuis terug met de Pumax RT, zijn eigen creatie met een krachtige V8 motor met 600 pk. Hij neemt het onder andere op tegen de Moser van Barry van Elk met een vrijwel gelijk motorblok. Daan Meijer komt ook dit jaar uit in de Super GT-klasse met deze Mercedes LS GT3. De eerste per ongeveer was wel even lastig, want ik heb de laatste keer met de WEC in de auto gereden en ik ben nu een beetje gewend met de M4 silhouet. Duurde 10 minuten, toen begon het weer te zitten als een jas, om het maar even zo te zeggen. En toen een nieuw bandje erop lag gezet, ja, toen begon het weer helemaal lekker te voelen. Thuiskomen noem ik dat dan, hè, in SLS. En dat is een fantastisch mooie auto om te besturen. Toen hebben we de quali gedaan en dat ging helemaal lekker. Eerst per rondje gereden, we hebben een 40,5, 40,4 gezet geloof ik. Bas heeft nog per rondje in de auto gereden, die reed meteen 39,3 geloof ik. Dus ja, de auto is goed, voelt goed. Ik zit weer goed in mijn velletje en we gaan er een mooi evenement van maken, hoop ik. Hoop een podiumplek, morgen en vandaag. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja. En dan hebben we ook nog de categorie voor de Radical SR3 en de Praga R1 zonder turbo. Fiona James neemt weer de plaats in, de geel-witte Wallaroo Praga. Oud-kampioen Kokopian heeft weer de vertrouwde Radical RS3 van stal gehaald. En dat geldt ook voor de Belg Wim Jeuris. Maar helaas gaat het tijdens een kwalificatie helemaal mis. De versnellingsbak is stuk en dat betekent einde raceweekend voor hen. En er zijn meer teams met problemen. Tijdens de vrije training ging de motor kapot van de Ligier van David Hauser. Na een lange nacht is het lek boven water en kan het Luxemburgse Racing Experience alsnog starten. Maar wel als allerlaatste wegens het missen van de kwalificatie. En een prachtig evenement, dat verdient prachtig weer. Meer dan 20 graden, een stralende zon en amper wind. En in Zandvoort is dat ideaal, want dan komt er weinig zand van de duin op het asfalt te liggen en de track conditions zijn ideaal. Zijn de Ligiers die heersen aan de Nederlandse kust? Smitjowski zet zijn bolide op pole position met een rondje van 1.34.026. Zijn ploegmaat Martin Hippe is een seconde trager en start als derde. En zo zitten Sandor van S en Rob Kamphuis in een prototype sandwich. Ze starten met hun Renault RS01 als tweede. Tim Joosen heeft de pole in de CN prototype klasse. Hij start als vierde algemeen. De Luxemburgers Lequeux en Uberecke vertrekken van op plek 5 met die mooie Ginetta G57. En daarnaast zien we de Praga van Tim Gray en Al Bulten. En deze BMW M4 silhouette kennen we van de Supercar Challenge. Het is die van Bas Schouten en Koen Bogaert en zij hebben de pole in de GT-klasse. Meijer met zijn SLS GT3 staat er vlak achter en dat is dan de 8e plek. En Kokopians, die heeft de snelste tijd gereden in de Radical-klasse. We vinden hem op positie 10. En Fiona James, zij krijgt een Grid Boy. Ze start met een Praga wel van op de allerlaatste positie. En dan kunnen we beginnen aan de opwarmronde voor een volgelopen circuit Zandvoort. Dit is echt wel fantastisch voor de rijders dat ze eens voor een vol huis kunnen rijden. 1 opwarmronde dus en hier zien we Martin Hippe in de Ligier. Hij start dus van op de 3e positie en we zien al meteen dat Sandor van S daar in de gele Renault klaar is om aan te vallen. Hij wil de leiding pakken in de eerste bocht. Dat is een plan. En dat zal belangrijk zijn, want hier inhalen op Zandvoort, dat doe je niet zonder risico. We zitten op het rechte stuk richting de eerste bocht. Als de Tarzanbocht, de lichten zijn uit en we kunnen gaan racen. Maar Van Es die raakt voorlopig niet voorbij de Ligier. We gaan dan even aan boord bij Daan Meijer, dat is in het middenveld. En Smitjowski die kan de leiding pakken voor Sandor van Es in de Renault. Martin Hippe die sluit aan in 3e positie en Tim Joosen vinden we terug in 4e positie. En Van Es die zet alles op alles nu om Smitjowski van de leiding te halen. Het is niet makkelijk, want als je wil inhalen in Zandvoort, dan moet je dat met de nodige risico's doen. Er zijn heel veel snelle bochten, weinig rechte stukken waar je kan profiteren van de slipstream. Dit is wel een, zo zou je kunnen zeggen, recht stuk. Het slingert wel wat heen en weer. Het gaat daar richting de schijflak. En dan kan je wel eens proberen om wat te doen, maar in de eerste bocht, of in de eerste ronde liever, zou je dat best niet doen. Er is veel meer te verliezen dan te winnen. En we zien dat Van Es
Voorlopig nog even wachten met in te halen. Dit is dus Smicholski op 1, Sander van Es op 2, Martin Hippe op 3 en Tim Joosen vinden we op plek 4. Dan het einde van de eerste ronde en we zien dat Smicholski daar breed gaat bij het uitkomen van de Luijendijk. Er ligt wat zand op het circuit en of Henk Thuis die gaat er daar wel bijna af, zeg. Waarschijnlijk even wat stof in de ogen, maar Thuis kan het net redden. En dan wat bezorgde blikken, want deze Ford Mustang gaat daar traag over het circuit en dat is de bolide van Omori Bonduel. En we zien dat zijn ploegmate Stefano Cox bezorgd kijkt. De gaskabel die is stuk van de Amerikaanse muscle car en dat betekent einde wedstrijd. En vooraan is het nog altijd Van Es in de sandwich tussen die geel-groene Ligiers. Maar we zien dat hij eigenlijk op de versnellingsbak zit van de Ligier. Dat zijn hele snelle wagens. En we zien ook de strijd tussen Tim Gray en Tim Joosen. En Gray die wil de leiderspositie overnemen in de CN Prototype klasse. En dat zal lukken. We zien het daar in de achtergrond. Gray zet hem aan de binnenkant. De camera zwengt dan even weg, maar u moet ons geloven. Gray neemt de leiding en zo zakt Tim Joosen terug naar plek 2. En Van Es moet voorlopig wachten met aan te vallen. Die Renault die is heel snel, maar die Ligiers die vliegen als het ware door de bochten, terwijl Smicholski daar een foutje maakt. Die gaat daar breed in de Mastersbocht en Van Es is er langs. Sander Van Es gaat naar de leiding doordat die Ligier daar breed ging. En kan Martin Hippe ook profiteren van het foutje van zijn ploegmaat? Nee, voorlopig niet. Hij blijft op derde positie. Maar dit is dus de nieuwe leider, de Renault RS01. Die wagen met dat fantastische mooie geluid ligt dus op kop in deze eerste wedstrijd. En dan naar de Super GT's. Daan Meijer, die daar vecht met Henk Thuis om de koppositie. Thuis die daar net nog ontsnapte dus aan die zware crash. Maar gelukkig voor hem kon hij zijn Pumax onder controle houden. We zitten hier door het schijfvlak. Dit is een heel snel stuk circuit. En we zien dat hij aan het zoeken is. Die Pumax dat is een wagen die Thuis zelf heeft gebouwd. En hij doet het al meteen goed. Probeert daar Meijer wat onder druk te zetten, maar makkelijk is dat niet. Al doet hij het daar nu met een late remactie en hij gaat er voorbij. Heel mooi hoor van Thuis. Meijer die de deur een klein beetje openliet. En meer heeft Thuis niet nodig om de leiding te nemen bij de Super GT's. En dit is dan Martin Hippe in derde positie, dus achter zijn ploegmaat Smicholski die daar net een foutje maakte. En Hippe, wat zal hij doen? Zal hij blijven volgen of gaat hij aanvallen? Smicholski daar weer met een foutje. En Hippe krijgt het cadeau gewoon in handen. Dus Smicholski die daar bij schijfvlak, gelukkig voor hem ging dat allemaal goed, maar in schijfvlak ging hij daar breed. En dat zorgt ervoor dat we een nieuwe leider hebben, een nieuwe man in tweede positie. En dat de man die op pole position is gestart, dat die terug is gevallen naar de derde plek. Dus nu heeft Sander van Es een nieuwe Ligier in zijn spiegels en mag hij beginnen verdedigen hoor, want kijk, daar komt Hippe op zetten. Die was wat rustiger begonnen aan de wedstrijd, maar die ruikt nu zijn kans voor de overwinning. Maar Van Es die kent dit circuit door en door, kan alle trucken bovenhalen die hij in zijn arsenaal heeft. Hij heeft natuurlijk flink wat talent, hij weet waar hij zijn auto kan plaatsen. Maar het zal vooral zaak zijn om die wagen achter hem te houden, want als deze LMP3-wagens licht worden, dan vliegen ze als het ware. Dit zijn een beetje formulewagens, eenzitters, maar dan met een dak erop, met wat meer bodywork. Maar u kan het wel indenken dat dit hele snelle wagens zijn en dan zit je daar vooraan met een nogal snelle GT-wagen, maar kan je er eigenlijk weinig aan doen als ze in die bochten sneller en sneller gaan. Dan terug naar de Super GT's en daar zien we David Hauser. Dus die David Hauser startte helemaal achteraan. Hij is nu bezig aan een opmars, schuift daar nu voorbij Meijer. Eigenlijk is dit geen echte wedstrijd. Die Hauser zit in de Prototype Cup en Meijer moet het met een Super GT doen. En die Hauser die zien we trouwens ook in actie in de Bosch GP. Komt daar in actie met een oude GP2 wagen. En dit is dan een strijd, een Duitse strijd kan je wel zeggen. BMW versus Mercedes. Meijer tegenover de BMW in 4 silhouetten van Schouten. Maar voorlopig kan die BMW er niet langs. En daar dan een strijd. Weer geen echte strijd, maar het is wel een strijd voor een positie. Het is de Pumax van Henk Thuis die daar voorbij wordt gestoken door David Hauser in die LMP3. Dat is ook een Ligier trouwens. En dan weer naar Martin Hippe die nog altijd achter Sander van Es zit. Daar gaan ze nu samen door de schijfvlak. En we zien in de bochten dat die prototype steeds dichter en dichter komt, maar op het rechte stuk
Als de pk's van tel zijn, dan moet die Renault helemaal niet onderdoen, terwijl Hippe het daar nu probeert met een laat-inhaal manoeuvre en dat lukt hoor. Ja, je moet risico's nemen op Zandvoort als je wint inhalen en dat heeft Hippe gedaan. En hij gaat naar de leiding en Smicholski, die is weer teruggekomen aansluiten bij Van S. Maar dit was niet volgens plan, want Van S wou voor de verplichte pitstops op kop blijven rijden. Ziet hij daar nu ook Smicholski voorbij gaan, gaat wat laat in de remmen. Maar voorlopig kan hij het nog houden, maar het zal niet makkelijk worden hoor. Hij moet hier echt gaan vechten, hij moet zijn talent bewijzen, hij moet tonen wat hij Renault kan. En Smicholski die ligt op de loer, maar heeft dus al wat foutjes gemaakt. Er moet misschien iets mis zijn met de wagen, want het zijn geen foutjes die je zomaar zou verwachten van die mannen. En Frans Verschuur, ja, die kijkt een klein beetje bezorgd. En ook Rob Campus die weet dat het moeilijk wordt, want zo dadelijk moet hij die wagen. En hij weet dat er hem een stevige taak te wachten staat. Het is een nieuwe wagen ook voor Campus, dus hij zal meteen voor de leeuwen worden gegooid. En Smicholski, kan hij het manoeuvre herhalen van zijn ploegmaat van daarnet? Nee, Van S blijft er nog even voor. Maar het is wel prachtig om te zien, dit ook een heel mooi geluid die deze wagens maken. Dit zijn dus LMP-wagens. Binnen enkele weken zien we deze bolides ook aan het werk op Le Mans, tijdens de 24 uur van Le Mans. Naar een nieuw aanval van Smicholski. Maar Van S die doet de deur professioneel dicht. En hij maakt het Smicholski helemaal niet makkelijk. Dus binnenkort zien we deze wagens op Le Mans rijden. Het zijn dan wel de grotere broertjes. Dat zijn de LMP1 en LMP2 wagens. Onder meer die van Porsche, die van Toyota. Altijd een mooie strijd daar. Het zijn natuurlijk ook heel spectaculaire wagens om te zien. En hier Smicholski probeert het aan de buitenkant in Tarzan. Een wagen met een lichte kombocht eigenlijk. Buitenom kan je wat snelheid meepakken. Maar als je Van S voor je hebt, dan is het helemaal niet makkelijk om in te halen. We zien vooral ook dat Van S daar andere lijnen aan het nemen is. Die kiest voor de binnenkant, zodat de pol er niet voorbij kan. Maar dat zorgt ervoor dat hij het wat lastig heeft bij het uitkomen van de bocht. Het is moeilijker om snelheid te pakken. En misschien kan Smicholski hier wel profiteren daarvan. Hij zit in de slipstream, moet het buitenom doen. Misschien kan hij wat later in de remmen. Met deze wagens is dat perfect mogelijk. En daar in de Hans Ernstbocht zet hij hem ernaast en hij gaat er voorbij. Jawel. Mooi gedaan door Van Smicholski. Hij heeft gewacht tot hij zijn kans zag. En het is nu 1-2 in Ligier. 1-2 voor het Poolse team ook. En daar kunnen ze wel tevreden om zijn. En tijd dan voor de pitstops. Dus Sander Van S heeft zijn werk gedaan. Mag nu het stuur doorgeven aan Rob Campus. Ja, was spannend. Ze hadden iets meer tijd nodig om de banden op te... Ze zijn wat lichter natuurlijk. Om de banden op temperatuur te krijgen. En bij mij ging het eigenlijk de andere kant op. Na een rondje of 6-7 begonnen we de banden een beetje af te bouwen. En dus halverwege onze stint werd het heel spannend. Ik moest hard verdedigen, maar uiteindelijk kon ik ze niet houden. Maar als het goed is, Rob is nu aan het rijden. En hun tweede rijder hebben we gisteren gezien. Die zijn wel iets langzamer dan Rob. Dus ik denk dat we nog heel hard kunnen komen. En dan maakt ook Kuba Smicholski zijn verplichte pitstop. Het is Wolfgang Jordan die het stuur mag overnemen. Maar daarnet dus die foutjes van Smicholski. We had some problems with the power steering, so I lost some positions. Then I tried to push as much as I could to get them back. I managed to get one back, and the other one managed to get my colleague back. But Renault jumped in front of us. Yeah, we'll see. It's not over yet. Lots of things can happen, but the way it looks right now, we could finish at the second place. So. En Tim Gray die leidt nog steeds in de C1-klasse met die Praga. Het is dan tijd voor de pitstop van Tim Joosen. Hij mag het stuur doorgeven aan Luc de Kok. Waren er misschien wat problemen met de Norma? Praga ging gewoon ontzettend hard. Zo eenvoudig is het. Hij kwam mij in de start voorbij. En ik heb hem twee bochten kunnen volgen en dan was hij weg. Dus heel eenvoudig, ging gewoon te snel. We zijn nog een beetje op zoek naar een paar kleinigheden in de afstelling, maar dat tempo zie ik nog niet onmiddellijk gebeuren. Die ging gewoon echt hard. En Tim Gray die kijkt dan wat bezorgd. Hij heeft zijn pitstop al gemaakt. Het is El Bolte die aan het wiel zit en die komt opnieuw binnen. Er zijn problemen. Just lost brakes. It's a real shame, you know, it's run faultlessly for
test days, you know, hours and hours, pound and round, but just last couple of laps, I just couldn't slow the car down. I seem to be braking the same place as yesterday, but just wasn't slowing down, saw a puff of smoke from the back. On that last lap, the pedal just almost hit the floor and I was pumping up because you're going pretty quick down there. So I had to bring it in. It's not safe to drive like that, but I think we've done a brake line, so at least we know what it is. En het is Ko Koppejan die leidt in de SR3-klasse. Zijn enige tegenstander, dat was Fiona James, maar die heeft de wedstrijd al moeten verlaten met motorproblemen. Terug naar de LMP3 dan. Het is Hans Laup die op kop ligt voor Jordan. Ze hebben dus het stuur overgenomen. Zij moeten nu de wedstrijd goed zien te beëindigen. En Jordan wil daar Laup inhalen, maar dat gaat niet goed. Ze raken elkaar daar. Dit kan toch de bedoeling niet zijn. Zijn teamgenoten en Rob Kamphuis, die kan ervan profiteren. Schuift op naar de tweede plek. En wordt dat nog een eerste plek? Ze zitten daar nu in Leijendijk. Ja, Kamphuis moet dit graag zien gebeuren natuurlijk. Nu over het lange rechte stuk richting de Tarzanbocht. Hij zit aan de binnenkant. En hij gaat er voorbij hoor. Rob Kamphuis, ja, die moet toch wel lachen onder die helm van hem. Die twee Ligiers. Het enige dat ze moesten doen was de wedstrijd uitrijden. Het zijn gentleman riders. En dit is de leider in de Super GT-klasse. Het is Daan Meijer met de Mercedes SLS GT3. Hij leidt voor Henk Thuis en Barry van Elk. En hier zitten we aan boord bij Thuis. En Thuis gaat daar in het gras en gaat in het grind. Wat is er daar aan de hand? Leek wel alsof Thuis die bocht helemaal niet zag aankomen. Hij kan gelukkig voor hem wel weer het circuit op. En die wagen, ja oeh, en daar staat de deur open. Dus die sluiting moet kapot zijn. En hij glijdt daar alle kanten op. Nee, dit kan niet de bedoeling zijn. En daar staat Barry van Elk in het grind. Dat is in schijfvlak. Wat is er daar gebeurd? Na een paar ronden in de snelle bocht van het circuit klapte er iets. Een klapband dacht ik, maar er is er velg in tweeën gesneden. Eigenlijk precies hetzelfde als 3 jaar geleden gebeurd is op Zandvoort. In precies dezelfde bocht. Dus een steentje tussen de velg gekomen. Ja, een steentje tussen de velg, ja. Kon veel slechter zijn afgelopen. Gelukkig niet al te veel schade op de wagen. Dit is dan Jordan die daar in Tarzanbocht David Hauser voorbij ziet komen. Hauser die helemaal achteraan is gestart, maar nu op plek 2 rijdt. En daar is een zwart-wit geblokte vlag en het is een overwinning voor Rob Kamphuis met Sandor van S. Ze hebben het gepresteerd. Met de Renault RS01 Cup winnen ze voor 3 Ligiers. En dit is dan de top 8 overwinning dus voor Sandor van S voor David Hauser. En Kuba Smicholski is met Wolfgang Jordan op de 3e plek geëindigd. Nou, we hadden de rondetijden van die andere teams gezien. En gezien dat het verschil tussen hun, tussen de pro en amateur, wel flink was. Het was 4, 5 seconden. En ik ben ook langzamer dan Sandor natuurlijk. Sandor van S is echt een oude crack. 18e daar, seconde op toegeven. Ik vind het prima, ik schaam me daar niet voor. Maar dat betekent wel dat ik 3 seconden sneller ben dan hun tweede rijders. Maar ja, we hadden gezien dat als Sandor die jongens bij kan houden, die jongens die gewoon Europees kampioenschap ELMLS rijden, dat zijn echt hele serieuze jongens. Als we die bij kunnen houden, dan moet ik het afmaken. Maar ik stond wel een beetje zo in de pits van tevoren. Dan denk je, ja, ik afmaken, hallo. Dat is ook de eerste keer. Dit zijn de winnaars in de CN Prototype klasse. Het zijn Tim Jos en Luc de Kok. En de winnaar in de SR3 klasse, dat is Ko Koppejan. En dit is dan het podium in de Super GT. Dit zijn Bas Gouten en Koen Bogaert. Zij worden derde. Aard Bosman wordt met zijn Porsche tweede. En dit is de tevreden winnaar Daan Meijer met de Mercedes SLS. Rembalans stond niet helemaal goed. Onderweg nog wel een paar keer veranderd, had ik hem iets beter. Maar op een gegeven moment kon ik niet de tijden van Henk volgen. Helemaal niet zelfs. Na de pitwindow ging dat een stuk beter. Hebben ze hem iets laten lopen. Toen reden we volgens mij weer 41ers. Henk reed zelfs nog laatste rondje een 40 en ik 41-42. Ik was er dik tevreden mee en Henk was hem even kwijt in de Luiendijk op een gegeven moment. Dus ik denk een grote stofwolk. Ik denk Henk in de muur. Maar het was gelukkig niet zo. Hij is toch ook nog tweede geworden en de jongens op de derde plek. Dus ja, dik tevreden zo. Hoop morgen weer een herhaling. Hetzelfde podium, ik ga ervoor en hoop met een mooi gevecht met Henk samen. En dat was de eerste wedstrijd van op Zandvoort in de GT en Prototype Challenge. Zometeen meer actie vanuit Nederland met een hoofdrol voor de safety car. Tot na de break. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Wallaroo Race en Rally Base Layers en Operon Communicatieoplossingen.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Wallaroo Race en Rally Base Layers en Operon Communicatieoplossingen. Welkom terug bij de Jumbo Race Dagen driven by Max Verstappen. Het zorgde voor goed gevulde tribunes en duinen op een zonnig circuit Zandvoort, want meer dan 100.000 bezoekers wilden de Formule 1-held in actie zien. Kortom, een prachtige eerste weekend voor de GT en Prototype Challenge powered by Hankook. Het kampioenschap met vooraan de snelle LMP3's zoals de Nissan en deze Ligier. Maar ook CN-prototypes zoals de Norma en deze exotische Praga R1 Turbo van de Engelsmannen Al Bolton en Tim Gray, die op zaterdag nog stil vielen met remproblemen. Ook problemen in de GT-klasse voor Koen Bogaerts en Bas Schouten bij de vooropstelling van de tweede race. Er is iets niet in orde met het stuurhuis, maar het is snel opgelost door JR Motorsports. In de GT-klasse komt ook deze speciale HoRacing TA2 in actie, een auto die dit seizoen onderdeel moet uitmaken van een zelfstandige merkencup, maar hier dus de eerste meters maakt, met achter het stuur de Nederlandse Stéphane Cox en ook de Fransman Amaury Bonduel. Ja, het was eigenlijk een hele last minute deal, zeg maar. Ik hoorde donderdagavond dat ik vrijdagochtend in deze auto zou zitten. Maar natuurlijk altijd superleuk om weer in een nieuwe auto te zitten, een nieuwe ervaring, om veel te leren. En dat is eigenlijk ook het doel waarom ik hier gekomen ben. De karakteristieken van deze auto liggen toch net even anders dan ik eigenlijk altijd gewend ben. Maar ja, als je daar uiteindelijk onder de knie hebt om veel verschillende auto's te kunnen rijden, dan maakt je daar natuurlijk een completere rijder. Dus ik ben heel blij dat ik hier ben op een supermooi evenement dit weekend. Veel mensen, dus ja, superleuk. Ja, Stéphane, de dochter natuurlijk van Peter. We maken ons dan klaar voor wedstrijd 2 met nu helemaal vooraan Sander van S met Rob Campus in de Renault RS01. De kwalificatie voor de tweede wedstrijd is gebaseerd op de tweede beste ronde die ze tijdens de kwalificatie hebben gereden. En Kuba Smiczowski en Wolfgang Jordan waren daarin de tweede snelste. Martin Hippe is opnieuw derde met Hans Laub als ploegmaat. Terwijl Tim Joosen met Luc de Kok in deze prachtige Norma M20 FC mogen aansluiten op de vierde plaats. Dan hebben we alweer die mooie zwarte Ginetta G57 van de Luxemburgers Lequeux en Uberecke. Zij starten van op de vijfde plek. En daarachter staat dan de Praga R1 Turbo van Al Bolton en Tim Gray. Terwijl dit dan toch de Mercedes SLS is van Daan Meijer. Hij start van op de tweede plek in de GT-klasse. En we krijgen natuurlijk weer een opwarmronde met een rollende start. En dat is heel spectaculair om te zien natuurlijk. Al die bolides die je op Tarzanbocht ziet afstormen. En het mag dan ook niet verbazen dat we daar heel veel volk zien. Aan boord dan bij Koen Bogaerts zit daar achter Daan Meijer. En Van S zal opnieuw moeten proberen om als leider door de Tarzanbocht te geraken. Makkelijk zal dat niet worden, want die Ligiers die trekken op als een beest. Het is dan wachten totdat de rode lichten uit zijn, dan mogen we vertrekken. De snelheid gaat omhoog en we kunnen racen. Wedstrijd 2 van op Zandvoort is gestart. En Van S zal hij erin slagen om als leider. Smiczowski probeert het daar aan de buitenkant. Van S zit wel op de betere binnenkant. En hij kan aan de leiding blijven. En nu Tim Joosen die gaat daar door het grind. En verliest heel wat plaatsen. Hij zakt terug. Een plaats of 4-5 denk ik. We gaan voor het eerst richting Hunzerug, richting Slotemaker en dan richting het schijfvlak. Met Sander van S vooraan. Henk Thuis zagen we daar helemaal achteraan, want hij heeft een straf gekregen. En hier dan aan boord bij Daan Meijer richting schijfvlak gaat het. Hij zit daar achter een Praga. Een wagen die normaliter sneller zou moeten zijn. Maar in het begin van deze wedstrijd kan Meijer nog aansluiten. En kan hij hem ook inhalen? Nee, hier lukt dat niet. Het is misschien beter ook van erachter te blijven. Zo verlies je het minst van altijd als je in je eigen tempo rijdt. Terug naar voren. Van S nog altijd op kop voor Smiczowski. En voor Hippe. Maar Meijer, ja, die wil hem toch wel inhalen, hoor, die Praga. Misschien verliest hij wel wat tijd. Denkt hij dat hij sneller kan. En hij gaat er voorbij in de Hans Ernstbocht, de chicane. Eerst links, dan eerst rechts tenminste, dan een sneller doordraaier naar links richting de laatste twee bochten. En Joosse zit daar nu vast achter die Praga. Een stomme fout daar in het begin van de wedstrijd. Ze verliezen heel wat plaatsen. En missen misschien ook wel de kans om na de eerste ook de tweede wedstrijd te winnen. Maar kunnen hier dan wel een plekje goed maken.
zijn prachtige wagens, die kleine vinnige prototypes. We zien ze ook in de Belcar. En Joosse die dan ook voorbij Daan Meijer kan. Het is niet meer dan logisch, die wagens die zijn zoveel sneller. Al is het een zaak van pk soms ook en dan zie je dat die Mercedes wel voor kan trekken. Maar bij het aanremmen kunnen die prototypes veel later inremmen. En als je dan ook nog eens sneller door de bochten kan, ja, dan weet je dat Joosse gaan vliegen is. En daar zien we Hauser voorbij Ko Koppian gaan. Hauser die alweer eens achteraan moeten starten. Die heeft geen tijd neergezet in de kwalificatie en dus wacht er hem alweer een inhaalwedstrijd. En Van Es die kan in tegenstelling tot de eerste wedstrijd nu wel wat afstand nemen van de Ligiers. Ze doen het wat rustiger aan. En wat gebeurt er dan hier bij Meijer? Die gaat daar rechtdoor. Ja, er moet wel iets mis zijn met de wagen als je daar rechtdoor gaat. Het is meestal een bocht waar er weinig fout gaat. Maar Meijer daar dan toch met de nodige problemen. Gelukkig voor hem dat hij niet in de band is geraakt. Het zou een bijzonder zware klop zijn geweest. We gaan de Hunsrug op richting Sloten maken na een rondje 5, 6, ik weet het niet eens meer. En ik had de rembalans niet helemaal goed staan. En ik dacht dat ik hem goed had. Ik denk, ik doe het nog even een dingetje. Maak het toch een lichtelijk stuurvuiltje. Dus ja, raak ik me kwijt. Ik denk, oh jee, dat gaat niet goed komen. Dus ik kon hem eigenlijk niet meer recht terugkrijgen. Op dat moment rij je denk ik richting de 200 km per uur. Dus ik denk, in één ding opsturen, op, dan gaan we weer de muur in. Terwijl, daar zijn we al een keer klaar mee. Dus ik denk, dan doe maar rechtdoor. En we hebben een soort Duxe Vestig gespeeld. Want hij kwam met vier wielen een halve meter omhoog volgens mij. Dus het was inderdaad een rondje grasmaaien geweest en volgens de teamleiding waren er wat beugels van de splitter losgeraakt en daardoor hadden we serieus onbalans. Vooral boven de 200 km per uur. Dus ja, kortom, er was eigenlijk niet meer mee te rijden. We hebben het nog één keer daarna geprobeerd, maar ik zeg jongens, we stoppen ermee. Er valt hier niks te winnen, alleen maar te verliezen. En wie hier ook stilstaat, dat is Barry van Elk in de Moser. Er was te veel vibratie onder het aanremmen en het team kon de wagen niet meer herstellen. Aan boord dan bij Amaury Bonduel. Hij lag op de derde plek, maar ziet daar nu de Turk Cengiz Oguzhan voorbij gaan in de Porsche. Die gaat daar wel wat breed, maar hij is er wel langs. Het is een leuk gevecht om te volgen dit, maar het gevecht wordt gepauzeerd, want daar zien we een bordje voor de safety car. Wat is er dan gebeurd? Het is El Bolte die in het grind staat. Hij is eraf gegaan net na de schijfvlak. En er is schade aan de wagen, maar misschien kunnen ze het wel herstellen. En dat is inderdaad het geval. De wagen kan weer verder, maar een goede positie, ja, dat zit er niet meer in. En dus kunnen we herstarten. Het is Van Es die daar de banden aan het opwarmen is en die Marcos die zit daar tussen. Dus Van Es heeft een soort van buffer, want die Ligier die zit achter de Marcos vast. Maar die zal zodanig wel wat plaats krijgen. Wat gebeurt er daar dan? Lequeux en Hauser die gaan er al voorbij voordat ze start-finish zijn gepasseerd. En dat mag niet. Je mag pas racen nadat je start-finish lijn bent gepasseerd. En dat was zeker niet het geval. Dus Hauser, we zien hem daar nu in derde positie. Het is Lequeux in tweede positie in die zwarte Ginetta. Maar die hebben dus het gaspedaal ingedrukt voor ze eigenlijk al mochten inhalen. En hierdoor verliezen Smicholski. Ja, die verliest dan wel een plekje. Maar eigenlijk gebeurt dit niet op een eerlijke manier hoor. We zijn er zeker van dat de wedstrijdcommissarissen er net hetzelfde over denken. Dus het is even wachten op een straf die ze zullen moeten krijgen. En daar zien we Amaury Bonduel door het grind gaan. Wat is er daar gebeurd? Het is hun weekendje niet. We zien het daar. En dat is Oguzhan die daar... Boah, daar gaat het volledig fout. Oguzhan die daar Ko Koppian wil inhalen, maar hij kwalt in de versnellingsbak. Hier zien we het dan nog eens bij Koppian zelf. Hij stuurt nu in Tarzan en daar komt de Turkse rijder. En dat is einde wedstrijd. De wagen is te zwaar beschadigd. Ik rem natuurlijk heel laat. En een Porsche rijder achter me dacht dat hij ook zo laat kon remmen. Dus hij ramt hem er zo bij mij van achterin. Dus het autootje kapot van achter. Dus dat was klaar. Dus jammer, want het ging goed. Kon al die snelste roepen kon ik ongeveer goed bijhouden. Dus dan, ik had er wel zin in eigenlijk. Maar ja, het is weer jammer. Tijdens de verplichte pitstop zien we hoeveel schade er is op die Porsche. Maar ze kunnen verder gaan. Het is de Fransman Alexandre Joannim die overneemt. En ook misschien een rechte vangenbond. What happened at the restart? I didn't see the radical next to the Porsche. So I hit him. So I overtook the Porsche from inside. And I didn't know there was a radical, the very small car. So I hit him unintentionally.
En dit ongeval zorgde ervoor dat de safety car voor de tweede keer naar buiten is moeten komen. En dus krijgen we ook een tweede herstart. En daar zijn ze dan vertrokken, de wagen in de verte. Daar moeten we geen rekening mee houden. Dat is de Praga die een rondje achter ligt. Maar Sander van S die kan de leiding voorlopig behouden. Smiczowski zit in tweede positie. En dan hebben we Jean-Pierre Lequeux en David Hauser. We zaten even aan boord bij Hauser. Terwijl we daar de Praga aan de buitenkant van de Tarzanbocht zien. Die laat alle wagens voorbij. Het is het meest verstandige dat die rijder kan doen. Hij maakt geen deel uit van de strijd. En Hippe die is waarschijnlijk nog altijd kwaad dat hij achter die twee wagens zit. Die daarnet hem hebben dus ingehaald. Voor ze dat eigenlijk mochten. Maar hoe dat allemaal zal aflopen, dat krijgen we zo dadelijk te zien in het derde en laatste deel hier van op Zandvoort. Tot na de break. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Wallaroo Race en Rally Base Layers en Operon Communicatieoplossingen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Wallaroo Race en Rally Base Layers en Operon Communicatieoplossingen. Welkom terug vanuit Zandvoort voor het derde en laatste deel van de GT en Prototype Challenge wedstrijd tijdens de Jumbo Race dagen. We hebben al een fantastische eerste wedstrijd gekregen en ook de tweede wedstrijd laat ons niet in de steek. Al heel wat actie gezien en er belooft nog meer op ons af te komen. We zitten hier vooraan. Het is Sander van S die we ook opzagen voor Kuba Smiczowski. En in tweede positie zien we daar Lequeux, of in derde positie tenminste, voor David Hauser. En die wagens, of de piloten tenminste, die hebben een fout gemaakt. Die hebben Martin Hippe ingehaald nog voor ze de start- en finishlijn waren gepasseerd. Na het verlaten van de safety car. Dus ze krijgen een straf. Ze moeten zo dadelijk een drive-through penalty uitzitten. Dus ze moeten door de pitstraat rijden. Deze twee heren. Ze moeten door de pitstraat rijden zonder dat ze mogen binnenkomen. En zo worden ze dus gestraft voor die actie. En Martin Hippe zal dit graag zien gebeuren. Want hij verloor twee posities door de actie van die twee heren. En we mogen ons stilaan opmaken voor de verplichte pitstops. Die pitstops die moeten worden uitgezeten tussen de 25e en de 35e minuut. Terwijl Hippe hier Hauser aan de kant zet. Hij schuift dus al een plekje op. Daar zal hij dan toch al tevreden mee kunnen zijn, want hij verliest natuurlijk wel wat tijd achter deze twee heren. Hij zal sneller kunnen rijden. Maar deze twee DJ's die hebben hem een beetje opgehouden. Terwijl Lequeux hier door de pitstraat rijdt. Dat is een straf voor de domme actie van daarnet. En Van S nog altijd op kop. Voor Smiczowski, het is een beetje een herhaling van de eerste wedstrijd. Dus hoe lichter die LMP-wagens worden, hoe sneller ze gaan. En daar staat El Bolte in de vangrail. Dat is in de Gerlachbocht. Yeah, it was going alright. And then I don't know, something happened coming through into that. It was a really fast left-right after Tarzan. The rear just sort of let go on me. And it's one of those occasions when everything kind of slows down. I was trying to steer away from the barrier, but it just kind of caught the rear. So we don't know what it is yet. We'll have a look at the video and figure out what happened. But I don't think a lot of cars finished, did they? En dus moet de safety car voor de derde keer naar buiten komen. Van S en Smiczowski die waren dus aan het strijden voor de koppositie. Maar nu moeten ze het stuur overgeven aan hun teamgenoten. Het is dus Rob Campus die zo dadelijk in actie mag komen. En Smiczowski die geeft het stuur door aan Wolfgang Jordan. Now it looks not really good. Then our pit stop was a bit short and now we got a drive-through penalty. So I think that's not a good result anymore possible. Dat was Martin Hippe die we zagen. En ook Lequeux kan nu wisselen. Het is Jean-Marc Ouberrecken die het stuur overneemt van hem. En dit is dan Luc de Kok. Tim Joosten die dus wat posities verloor bij de start. Maar hij kan nu proberen de situatie recht te zetten. Ze wonnen de eerste wedstrijd. Kunnen ze nu proberen om die tweede ook te winnen? En dit is dan de drive-through penalty voor Hans Laub, de ploegmaat dus van Martin Hippe. En daar kunnen ze dan de Praga aan de kant zetten. De safety car die kan weer naar binnen komen tijdens voor het laatste deel van de wedstrijd. Ik ben benieuwd of dat zonder incidenten zal verlopen. Ik denk het bijna van niet.
Het is nu Rob Campus op kop voor David Hauser en Jean-Marc Ubereke. En daar gaan we richting Tarzan en het ligt er glad bij. Campus die daar moet proberen om voor die LMP-wagen te blijven. Oh, en daar gaat het fout. Campus gaat eraf en die gaat in de banden. En dat betekent dat we nu Ubereke op kop hebben en Hauser zet hem er daarnaast. Nu worden de vlaggen gezwaaid, zijn de zwart, de rood-gele vlaggen tenminste. Dat betekent dat het glad ligt op het circuit. Hier zitten we aan boord bij Campus. Dus hij stuurt daar Tarzan in. Duwt nu op het gas en verliest dan de wagen. Ja, ofwel is hij te vroeg op het gas gegaan, ofwel lag het daar glad. Hier zien we het aan boord bij Campus. We zien hem daar even wegkijken. Misschien zag je daar wel de vlag dat het glad lag. Maar dan is het al te laat en knalt hij in de banden. Ja, dan heb je zo hard gewerkt, dan zit de wedstrijd erop. Sander van Essen bekijkt het natuurlijk met leden ogen aan. Maar wat is er dan gebeurd? Rob Campus vertelt het onszelf. Eigenlijk kwam ik redelijk keurig die bocht uit. En ineens was hij weg. En dan nog vrij hard de muur in. Daarna zag ik, toen ik met de safety car naar de pits terugreed, het hele circuit onder de olie lag op de ideale lijn. Dus er waren ook geen vlaggen nog, hè, toen ik daar reed. Ik lag natuurlijk in de leiding. Ja, als koploper kom je als eerste in de rotzooi. De auto was net daarvoor geweest, hoor, dus geen kritiek naar de marshals. Ja, maar je mag alleen maar heel blij zijn dat het in de Tarzan gebeurde niet op schijfvlak, want daar zat ik redelijk aan de grens van de auto. En dan hadden we hier nu niet gestaan. En van waar komt die olie dan wel? Van deze wagen, van de Mustang. Stefan Cox komt binnen. De wagen die heeft een probleem en we gaan zo dadelijk zien wat er gebeurd is. We zitten in de Hans Ernst bocht. Cox stuurt daarin naar links, laat de wagen uitbollen naar rechts. Gaat er dan even af en daar dan de tik. Ja, in principe is de splitter losgetrokken, daardoor het voorste stuk van het bodywork en heeft de koelers ermee afgepakt. Maar het was heel moeilijk met de communicatie, want ik wist in eerste instantie niet dat we zoveel schade hadden. We hebben geen radio. Dus ja, voor mij was het een beetje op het moment dat ik door had van oké, het is echt fout. Toen heb ik een shortcut genomen en ben ik naar binnen gereden. En er is flink wat olie uit die Mustang gekomen, want de marshals hebben heel wat werk om alles weer proper te maken. En zo eindigt de wedstrijd achter de safety car en is het David Hauser die wint. Hij kon Lequeux nog inhalen net voordat het bordje van de safety car werd getoond. En dus wint hij hier de tweede wedstrijd op Zandvoort en dat nadat hij uit laatste positie is gestart. Jean-Pierre Lequeux en Ubereke die worden tweede. Everything was in two corners because there was suddenly oil on the track everywhere. And the second position and me saw the first one go into the rail. And then one corner further, I knew it was going to be safety car soon. So I needed to overtake the guy in the corner now, because otherwise it was a safety car. And then I overtook him, and then 100 meters afterwards it was safety car. And I thought, I think I overtook him before the safety car. I think I overtook him before. And then they said, it's okay, it's okay, it's okay. So I thought, okay, then it's okay. And then it was the end of the race. So really happy with the result. And thanks to so much to my team because they did a great job. Ja, race intelligentie heet zoiets. En Henk Thuis, kent u hem nog? De man die er al zo vaak is af geweest, die wint hier de tweede wedstrijd in de Super GT. En Tim Jos en Luc de Kok winnen in de CN Prototype klasse voor de tweede keer dit weekend. Het was heel moeilijk. Ik denk dat het een combinatie is van de rubber, van de Formule 1, alles door elkaar. Het was spek en spekglad. Ik ben ook door het oog van de naald gegaan boven bij het schijfvlak. Ik denk, ik begon te glijden. Langs de vangnet zo'n stukje. Ik denk, amen, daar gaan we weer. Dat wordt weer poetsen, weet je wel. Nou, het liep goed af. Ja, vanaf de laatste plek naar P1. En ik ben keigelukkig. Zo'n publiek. Eigenlijk, het is heel mooi. Max Verstappen, het jongste talent en de beste Formule 1-rijder. En ik vandaag de alleroudste winnen met zo'n publiek. Mooier kan het niet. Dit is mijn dag vandaag. Geweldig. De eerste ronde was niet zo goed voor mij. En een beetje tijd verloren. En dan kan je een safety car terug aansluiten. En dan waren die snelle LMP3's voor mij het elkaar heel lastig aan het maken. Dus kon ik erbij blijven. En zijn we heel dicht bij de kop kunnen binnenkomen tijdens een andere safety car nog. Dus heeft die pitstop ons weinig tijd gekost. En dan heeft Luc perfect kunnen afmaken. En in de GT-categorie krijgen we nog deze strijd. Eigenlijk is het geen echte strijd, want Joanim ligt een ronde achter. Maar Aad Bosman wil hem toch nog voorbij. Bosman die wordt tweede achter Bas Schouten en Koen Bogaerts. Het lijkt wel of sommige mensen zich extra willen bewijzen voor al het publiek, want dat is natuurlijk de fantastische 100.000 man hier.
Maar begin van de race gaaf. Ik kom aansluiten bij de LMP3's. In de zin van met de starts. De herstarts waren goed. En proberen even te prikken met Daan nog buitenom in de Tarzan. Maar dat ging natuurlijk allemaal niet echt. Maar goed, mijn stint kunnen rijden. Bas lekker overgenomen. En ja, we lagen vierde algemeen. En dat met de GT-auto. Dus dat was best top. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van een erg spectaculaire manche van op Zandvoort. We zijn er terug op 10 en 11 juni, want dan zijn er de Spa Euroseries. Dat betekent het circuit dus van Spa-Francorchamps. Tot dan! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Wallaroo Race & Rally Base Layers en Operon Communicatieoplossingen.